Dames en heren, de orde is de ontwerp van de decreet houdende de diverse bepalingen onderwijs. De algemene bespreking is geopend. Wie vraagt het woord? Mevrouw van der Brand, alstublieft. Bedankt, meneer de voorzitter. Ik heb samen met mevrouw Meuleman een amendement ingediend op dit decreet. En ik wil meteen met jullie toelichten waarover het gaat door een heel concreet voorbeeld te geven van een meisje die ik persoonlijk ken. Het meisje is Julia. Julia is 11 jaar. Julia, haar papa is Zweeds en haar mama is Pools. Zij is in haar, als babytje naar een Nederlandstalige crash gegaan. Is als peutertje op haar 2,5 naar een Nederlandstalige school gegaan. Heeft intussen tijd haar lagere school volmaakt. Zit in het zesde leerjaar, haalt prima punten. En als je met haar praat, lieve collega's, je zou niet zeggen dat ze thuis een andere taal dan het Nederlands praat. Ze spreekt zonder accent perfect Nederlands. Waarom heb ik het over Julia? Ik heb het over Julia. Opdat Julia graag samen met haar klasgenootjes, haar vriendjes, naar het middelbaar zou gaan. Maar zij zit nu met de schrik, want zij behoort niet tot de voorrangsgroep waartoe haar klasgenootjes wel toe behoren, haar vriendjes toe behoren aan de voorrangsgroep van de Nederlandstaligen. Omdat, niet omdat Julia haar Nederlands niet goed is, Julia spreekt perfect Nederlands, maar omdat haar ouders het Nederlands niet voldoende machtig zijn. Want ons decreet op secundair onderwijs zegt dat het het taalniveau van de ouders is die bepaalt of wij een kind al dan niet als Nederlandstalig erkennen. Dat is een logica die je zou kunnen begrijpen uiteraard in het lager onderwijs of in het kleuteronderwijs wanneer het gaat om 2-jarige kinderen. Maar wanneer het gaat om 11- of 12-jarige kinderen kan je wel snappen dat het misschien efficiënter is om naar het taalniveau van het kind zelf te kijken. En waarom? En collega's, ik wil hier ondanks het late uur de tijd vernemen omdat dit me persoonlijk raakt en ik word er oprecht emotioneel van. Want wat is het signaal dat wij aan Julia geven? Wat zeggen wij tegen dit meisje, wiens ouders bewust hebben gekozen om hun kind een Nederlandstalig traject aan te bieden, die bewust hebben gekozen voor het Nederlandstalige aanbod? We geven een signaal aan Julia, maar eigenlijk aan een hele generatie van kinderen in Brussel die anderstalige ouders hebben, maar die toch kozen voor het Nederlandstalig onderwijs. En zeggen, het maakt niet uit of je perfect Nederlands kan. Het maakt niet uit of je bewust koos voor de Vlaamse gemeenschap. Je hoort er niet echt bij. Je hoort er pas bij wanneer je tweede generatie bent. Jouw kinderen zullen erbij horen, maar jij behoort nog niet tot onze Vlaamse gemeenschap. Jij wordt nog niet opgenomen in de voorrangsgroep Nederlandstaligen. En vorige week heb ik dit proberen te agenderen bij hoogdringendheid. Deze week was het niet nodig, omdat we een decreet hebben waarin dit past. Ik heb vorige week wel het woord gekregen van de meerderheid van wij erkennen dat dit een kronkel is in ons decreet. We erkennen dat we in 2011 iets te snel ons decreet gestemd hebben en te gemakkelijk de voorwaarden van het lager onderwijs gekopieerd naar het secundair onderwijs. We hebben het woord gekregen van meneer Van den Heuvel, en dat lijkt me geen man die zomaar zijn woord breekt. Het woord gekregen dat de meerderheid een oplossing ging zoeken, maar de hoogdringendheid was vorige week absoluut nog niet aan de orde. Dus mijn vraag vandaag aan jullie, collega's, het is een kronkel in het decreet, we weten dat allemaal. Laten we erkennen dat kinderen die soms tot 9 jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd, die perfect Nederlandstalig zijn, die een diploma van ons krijgen in het Nederlandstalig onderwijs, dat wij hen erkennen als Nederlandstaligen, dat wij hen opnemen in onze gemeenschap. Laat ons dit decreet aanpassen. Laat ons zorgen dat een heel generatie kinderen die koos voor het Nederlands welkom is. Want dit is een kans. Dit gaat om Brusselse kinderen die kiezen voor onze gemeenschap. Dit is een kans voor het Nederlands. Dit is een kans voor de Vlaamse gemeenschap. Omarm die kans. Omarm Julia en omarm alle kinderen zoals Julia. Dankjewel. Vraagt nog iemand het woord? Nee. Meneer De Roo, alstublieft. Over het amendement, voorzitter. Mogen we erop reageren? Collega Van den Brand, de hoogdringendheid vorige week ging over een resolutie. We willen alle twee hetzelfde. En heel veel collega's in het parlement, dat is het er een oplossing komt. Dus die alleen zijn maar goed, hè? Een resolutie had vorige week kunnen behandeld worden, gestemd worden, maar we hebben een decreetswijziging nodig. We hebben niet alleen een decreetswijziging nodig, we hebben ook een Vlaamse minister en een Vlaamse regering nodig, die de dag of een paar dagen nadat we het hier goedkeuren, ook op de regering zal agenderen en heel snel naar het staatsblad brengen. Want anders zal Julia, maar die vele 100 andere kinderen en hun ouders, er niets aan onze bezorgdheid hebben in het parlement, niet de bezorgdheid van de oppositie, ook niet de bezorgdheid van de meerderheid. En u heeft gelijk, collega Van den Heuvel heeft vorige week namens de meerderheid onze bezorgdheid ook geuit. Dat was niet nieuw. We waren achter de schermen hier al een tijdje over aan het spreken. We
We waren aan het zoeken naar een oplossing. Een oplossing die op het terrein met een gestemd decreet, niet van 2011, want dat was de eerste trap, de B1, maar van 2014, de B2, voor de deur stond. De inschrijvingen beginnen inderdaad vlak na de kerstvakantie. De oplossing die we straks zullen presenteren is er één in een voorstel van decreet. Zal de vereiste die opgelegd wordt door OD24 van april van dit jaar met een jaar opschuiven en zal heel veel ouders in Brussel de mogelijkheid bieden die er nu niet is door de korte termijn om zich effectief in te schakelen in dit decreet. Is dit perfect? Nee. Dit is een oplossing na zoekwerk tussen drie partijen die vastberaden waren om een oplossing te vinden. Zal elke verschillende partner van de meerderheid daar iets van zijn bezorgdheid in vinden? Ja. En zo gaat dat ook. In 2002 was ik zelf met een aantal collega's op het departement en op het kabinet van toenmalig minister Van der Poorten hard achter de schermen actief om het gelijke kansendecreet, waar dit uiteindelijk een verder bouwen op is, te stemmen. Gestemd te krijgen. Het is hier gestemd geweest en de toegang in het secundair onderwijs was op basis van het getuigschrift basisonderwijs. 2002. Onze beide partijen zaten toen in de meerderheid. Het is in 2011 dat er een eerste wijziging opgekomen is. En wat ik ook van Brusselse collega's hoor, zijn er ook heel veel impulsen uit Brussel gekomen die in de richting gaan van wat er toen gestemd is. In 2014 heeft men de basisvereisten verhoogd. Wat de decreet straks, en we zullen daar straks nog op terugkomen, doet, is mensen de kans geven om zich te conformeren. Uiteraard is rond de kern van de zaak of kinderen na 9 jaar Nederlandstalig basisonderwijs en het getuigschrift basisonderwijs voldoende aangetoond hebben dat zij Nederlandstalig zijn, is geen issue. Dat is zo, dat vinden we allemaal. Dat is ook de waarde van dat getuigschrift. Maar als in 2011 en 2014 er een vereiste gekoppeld is aan de ouders, en je staat 3 weken voordat dat ingaat, dan moet je daar iets aan doen. En dat hebben we gedaan. We hadden evengoed kunnen zeer principieel zijn, iedereen. De ene niet bewegen, de andere wel willen bewegen en veel verder bewegen. Maar dan was er geen oplossing op korte termijn. Die oplossing is er. De indieners hebben de verzekering van de minister van Onderwijs dat dit vrijdag op de regering zal komen. Want nadat het parlement een decreet stemt, moet het ook nog de regering genoteerd worden of afgekondigd worden en zal het zaterdag opgenomen worden in het Staatsblad. En ik heb ook begrepen van de collega's in de Vlaamse gemeenschapscommissie dat ze hier uitgebreid zullen over communiceren, zodat geen enkele ouder deze informatie niet zal krijgen. En we mogen ook één fout niet maken en zeggen dat dit nu aan alle kinderen op een bepaald moment de toegang ontzegt. Nee, het gaat hier over de voorrangsregeling van de 55% plaatsen die een voorrangsregel betreffen. De 45% plaatsen gaat het niet. Ook niet over de broertjes en de zusjes. We kopen dus tijd, tijd die belangrijk is voor de ouders en voor de kinderen. Ronde brand. Meneer Drooy, bent eerlijk. Dat waardeer ik. U zegt, we zijn het met u eens, dat een getuigschrift van het lager onderwijs voldoende toont dat een kind Nederlandstalig is en er is geen discussie over dat feit. Er ligt vandaag maar één voorstel op tafel dat van die logica vertrekt. Dat weet u ook, dat is mijn voorstel. Uw voorstel zegt nog steeds dat kinderen die in trek begonnen zijn, kinderen waar wij tegen gezegd hebben, je bent welkom in onze crèche, in onze lagere school, die in trek begonnen zijn, op hun 12 jaar zeggen wij nog steeds, nu gaat de deur toe. Nu is er voor jou geen plaats meer, want voor jouw ouders voldoen niet aan het taalijs. Jij niet. Perfect Nederlandstalig, we geven jou een getuigschrift dat dat bevestigt, maar je ouders hebben de foute taal. Je bent nog net een generatie te vroeg. Je kinderen zullen misschien voorrang hebben, maar jij nog niet. Je hebt helaas de foute ouders. Dat zeggen wij nu tegen kinderen. Wij hebben geïnvesteerd in de kinderen. Onze leerkrachten hebben bloed, zweet en tranen gestoken om anderstalige kinderen het Nederlands bij te brengen. Op die 12 jaar... zeggen wij, dat is fijn van die energie, maar je bent geen Nederlandstalige. En u zegt vorige week, er komt nu een debat over waarom de hoogdringendheid vorige week niet aan bod is gekomen. Het was misschien beter om dat debat dan ook vorige week te voeren. De hoogdringendheid vorige week was er wel,
En we hebben een week verloren. En ze zeggen, wat is nu een week? We zijn nog voor 5 januari. Deze week zijn er in alle scholen oudercontacten geweest. In alle scholen hebben leerlingen brieven meegekregen, uitleg meegekregen. In alle scholen zijn er informatieavonden geweest. We zijn een hele kostbare week verloren, omdat u vorige week niet wilde ingaan op een voorstel vanuit de oppositie, omdat u een politiek akkoord heeft binnen de meerderheid dat voorstel van de oppositie per definitie niet aan bod kunnen komen. En collega, ik weet dat u een compromis hebt gemaakt binnen uw meerderheid en ik weet dat uw partij en u persoonlijk daar een andere visie in hebt. U bent ook zo eerlijk om dat te zeggen. Ik weet ook van CD&V hetzelfde. En ik weet dat niet alleen omdat we hier gezellig koffie hebben gedronken, ik weet dat omdat in Brussels parlement hetzelfde debat is gevoerd geworden, dat de heer Guy van Hengel, bevoegd voor onderwijs in Brussel, heeft gezegd van kijk, als het Vlaams parlement dit niet oplost voor de kerstvakantie, dan zal ik naar het grondwettelijk hof gaan om het op die manier op te lossen. Dat is een vrij duidelijke stemverklaring over het standpunt van VLD, van Open VLD in deze materie. CD&V heeft daar ook gezegd dat zij de huidige regeling absurd vinden. Dus ik weet in dit parlement dat we meerderheid hebben. SP heeft het voorstel meegetekend. Dus collega's, u bent democratisch verkozen. U bent niet verplicht om N-VA te volgen. U mag ook uw eigen standpunt, uw eigen visie volgen. En ik kan u alleen maar oproepen om dat u te doen, want het is overduidelijk dat u eigenlijk mijn amendement wilt steunen en niet het voorstel van N-VA. Meneer De Roo. Een paar antwoorden, collega Van den Brand. Eén, als ik daar straks zei dat vorige week bij de hoogdringendheid dat er iets een probleem was, dan is dat u een resolutie had neergelegd of een motie. Ik verwar hier altijd de twee. We hadden dat kunnen behandelen, we hadden die discussie kunnen voeren, dat klopt. We hadden het debat hier open en bloot kunnen voeren, dat klopt, dat hadden we toen kunnen voeren. Maar aan het einde daarvan hadden we geen decreet gehad. Aan het eind van deze plenaire zitting vanavond gaan we een decreet hebben. En aan het eind van deze week gaat er een minister van Onderwijs zijn die in de Vlaamse regering dat decreet neerlegt. En zaterdag zal in het Staatsblad het resultaat staan van dat decreet. Dat is een moeilijke oefening. Dat is besturen. Dat doe ik en heel veel collega's op het lokale vlak. Dat doen we hier in het Vlaams parlement. En we zijn vertrokken niet van iets wat we in 2002 samen in de toenmalige Vlaamse regering hebben gedaan. Want dat is mooi voor de geschiedenis. En ik ben er ook nog altijd fier op wat er toen geschreven is. Maar dat is wel een andere realiteit. De fractie die met jullie mee ondertekent, als ik jou goed begrepen heb, collega Van den Brand, heeft wel in de toenmalige regering in 2011 en 2014 een taalvereiste op het niveau van de ouder gelegd. En je kan heel veel doen, maar als je fundamenteel debat doet, ga je ook met lege handen eindigen. Wat we nu doen, is de mensen die binnen een paar dagen zich gaan inschrijven, tenminste de kans bieden dat in april van dit jaar niet geboden werd door OD24. En ik zal me verduidelijken waarom. Er is toen een verhoging gekomen, van B1 naar B2. Dus ouders moesten een hogere vereiste doen om hun kind in dat stukje voorrang, niet in de hele school, want daar maak je de fout, het is geen toegangsregeling, het is het stukje voorrangsregeling waar het dit over gaat. Maar daarvoor moesten ze een verhoogde attestering hebben. Nu, iedereen nu, niet toen in het parlement, maar iedereen nu erkent dat de tijd die ouders, die mensen nodig hebben om dat hogere attest te halen, te kort is, puur te kort is. Want eigenlijk, in april hebben we gestemd, de Centra voor Volwassenonderwijs beginnen meestal traditioneel september, oktober met de cursussen. Je kan gewoon in tijd die een B2 niet halen. Alleen al om die reden is het een goede oplossing die vandaag voor ligt. En geef je de mensen de kans, een gans schooljaar, en eigenlijk is het 3 semesters de kans om dat diploma, dat attest te gaan halen. Je geeft ook de kans aan het Huis van het Nederlands om op een volwassen manier, op een redelijke manier, die attestering te doen. Je geeft aan de Centra voor Volwassenonderwijs en de opleidingen NT2 de kans om nog meer mensen bij te staan. En ja, dat is een stukje van een weg dat je aflegt. Is dat perfect? Nee, maar dat is besturen. Meneer Daniels. Ja, collega's. Ik kan alleen maar aanvullen wat collega De Roo zeer juist situeert. Maar ik wil toch een aantal elementen extra benadrukken. Het gaat inderdaad over een voorrangsregeling van de 55% Nederlandstaligen na de broers en zussen en na de kinderen van de personeelsleden. U doet hier of het een toelatingsvoorwaarde is. Want dat is het niet. Want, zoals u goed weet,
is er maar een percentage voorrang van 55%, die ook de toets van het grondwettelijk hof heeft doorstaan. Dat is één. Twee, u zegt hier, er wordt verwezen naar een kind en naar een oudercriterium. Dat is waar. Dat is juist. Het grondwettelijk hof heeft daar ook over gezegd dat dat een plausibel argument is dat kan gebruikt worden. Want vroeger was het een verklaring op eer. Veel vroeger. Een verklaring op eer. Ouders beweerden, wij spreken thuis Nederlands. De vorige regeerperiode is er geoordeeld dat die verklaring op eer, op een of andere manier, waren die verklaringen op eer toch blijkbaar allemaal niet zo eerlijk. Maar ja, hoe kan je dat controleren? Dan zijn er niet veel middelen meer buiten effectief een voorwaarde, een taalvoorwaarde in te schrijven. En die voorwaarde gaat ruimer, zoals u ook weet, in artikel 110.23 en artikel 110.5 van de Codex Secundair Onderwijs. U hebt dat wellicht goed gelezen. Dan ziet u dat die voorwaarden veel ruimer zijn en de manieren waarop mensen die kunnen bereiken. Ten tweede, een oudercriterium is niet nieuw in onderwijs. Het volledige gokdecreet, mevrouw Van den Brand, is een oudercriterium. Want dat gaat over, krijgen ouders al of niet een studietoelage? Waar hebben ouders een huis gebouwd? Dat heeft dat kind ook niet gekozen. Heeft de moeder al of niet een diploma secundair onderwijs? Heeft dat kind ook niet gekozen. Dus als u nu zegt dat alle criteria weg moeten die niks te maken hebben met het kind, ja, dan neem ik aan dat er ook amendementen van u zullen komen om het gokdecreet op zijn kop te zetten. Maar dat heb ik niet zo begrepen. Drie, u zegt inderdaad dat SPA met u meetekent. Ja, ik heb dat ook op het amendement vastgesteld. Ik vind dat opmerkelijk, maar we zullen zelfs wel van SPA zelf horen waarom zij dat doen. Omdat ook van hen uit, vorige regeerperiode in OLE24, de vraag is gekomen, en we hebben die ook gesteund, samen met CD&V, om B1 te verhogen naar B2. Het is onnodig om te herhalen wat collega De Croo zeer terecht heeft gesteld, dat die snelheid inderdaad te hoog is geweest. En dus bij gevolg, dat het voorstel van decreet wat straks zal voorleggen, ruim de tijd geeft om mensen de kans te geven om die B2 te bewijzen, A, of alsnog inspanningen te doen om die B2 te halen. En als laatste, mevrouw Van Brent, u zegt die kinderen zitten al 6 of 9 jaar in het Nederlandstalig onderwijs. Ja, dan gaan we ervan uit, het is misschien wel naïef van ons, dat die ouders effectief gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs, georganiseerd, gefinancierd en ingericht door de Vlaamse gemeenschap. Ja, dan kan je er misschien ook wel van uitgaan dat die mensen willen functioneren in de Vlaamse gemeenschap, waar Nederlands, tot spijt wie het benijdt, een niet onbelangrijke taal inneemt. Nederlands, de taal, is de kern van onze persoonsgebonden aangelegenheden. Ja, op een carrière van 6 à 9 jaar, zou het misschien wel kunnen dat die ouders dan inspanningen hebben gedaan om effectief de Nederlandse taal te beheersen. Volgende bal. Ja. Collega's, sta me toe, maar u haalt een hele hoop debatten door elkaar. En ik wil ze terug uit elkaar halen. Ik wil beginnen met het eerste debat. Resolutie bood geen slagkracht. In mijn resolutie zei ik ook van, we moeten decretaal stappen nemen. Het voordeel van vorige week al een stap te nemen, is dat je vorige week aan alle scholen een signaal gaf. En dat belet ons niet om deze week die decretale stap te zetten, omdat je vorige week als parlement het signaal al gaf. Onze minister heeft geen enkele bewegingsruimte, want zij is gebonden aan een decreet. Als wij hier een kamerbreed debat hadden gehad vorige week en een signaal hadden gegeven, dan hadden alle informatieavonden deze week een andere informatie aan ouders kunnen meegeven, hadden we deze week niet verloren. Daarom wilde ik vorige week een resolutie en indien ik deze week, wanneer effectief een decreet op tafel ligt, een decreet in. Maar ik wil meegaan in uw spelletjes om het te verdoezelen. Ik denk dat het ging omdat ik van de oppositie ben. Maar u mag dat ontkennen. Een tweede ding. U zegt in 2002 was u erbij toen we een aantal maatregelen hebben genomen. Ja, in 2002, wat is er daar gebeurd? En hier maakt u een eerste vermenging van debat. Het ging toen om het lager onderwijs. Er is een fundamenteel verschil met hoe je voorrangsregels in een lager onderwijs of een secundair onderwijs invoert, om de hele eenvoudige reden dat je een 2-jarig kind heel moeilijk kan beoordelen op zijn taalcapaciteiten, dat dan met een 12-jarig kind een pak vlotter gaat. Een derde ding die u doorheen haalt, de 55%, en dat doet u beiden. U zegt, ja, maar het is maar voor 55%. Er is nog 45% over.
Ik weet u beiden niet in Brussel woont, dus het misschien uw kinderen niet moeten inschrijven en u ontmoet niet dagelijks ouders die dat willen doen. Maar de realiteit vandaag is dat zelfs als je tot een voorrangsgroep behoort, je er niet meer altijd inkomt. Er is zo'n capaciteitstekort dat zelfs die mensen die een voorrangsgroep behoren niet allen een plaats hebben. Dus tot een voorrangsgroep behoren is ongelooflijk belangrijk en dat weten de ouders in Brussel om dat ticketje vast te krijgen. En ja, er zijn nog een aantal plaatsen over in sommige scholen, maar het zijn heel schaarse plaatsen en we weten hoe belangrijk die voorrangsgroepen zijn. U weet dat ook, dus ontken niet wat het belang is van die 55%. U spreekt hier over het Grondwettelijk Hof, die deze maatregel heeft goedgekeurd. Ik denk dat een belangrijke nuance van het Grondwettelijk Hof niet uit het oog mag verliezen. In de arrest van het Grondwettelijk Hof, die deze bepaling heeft gedaan, want de Franse gemeenschap heeft op het moment dat dit parlement deze bepaling heeft gestemd, een klacht ingediend met het Grondwettelijk Hof, die heeft inderdaad geoordeeld dat het Nederlandstalig onderwijs kan voorrang verlenen voor Nederlandstaligen. Maar, en die maar is ongelooflijk belangrijk, het Nederlandstalig onderwijs moet wel een proportioneel deel van de anderstaligen opnemen, wat op dat moment ook het geval was. Waarom zegt het Grondwettelijk Hof dat? Omdat de helft van de kinderen in Brussel, de helft, nog Frans, nog Nederlandstalig is. Die zijn anderstalig. Die kan je niet in een van die twee kotjes steken. En die hebben ook recht op onderwijs. En wij willen met z'n allen niet dat er morgen Turkse, Italiaanse, Engelse en Spaanse scholen komen in Brussel. Wij hopen dat die kinderen kiezen voor of het Nederlandstalig of het Franstalig onderwijs. En als het van groen afhangt, zien we het als een kans als die keuze voor het Nederlandstalig onderwijs ook is. Maar dat proportioneel deel van de anderstaligen staat momenteel onder druk, omdat door de verhoging van het aantal Nederlandstaligen het aandeel anderstaligen dat binnen kan geraken natuurlijk deelt. Dus ik weet niet of het binnen 3-4 jaar nog zo is dat het Grondwettelijk Hof deze regeling goed kan hebben, maar dat is nu een heel technisch debat dat we waarschijnlijk binnen een paar jaar zullen zien. U trekt de vergelijking naar de gok, naar de voorrangsregels voor kinderen uit kansarme milieus. Ik wil die begrijpen, maar er zit toch wel een stevige hoek aan. Wat doet dat? Dat oordeelt of een kind in kansarmoede opgroeit. En dat zegt, wij willen kinderen die in kansarmoede opgroeien ook extra mogelijkheden bieden in het onderwijs. De manier waarop kansarmoede wordt gedefinieerd is hetzelfde. Dat is ook niet mijn verklaring op eer. Ik kan niet verklaring op eer zetten, ik leef in kansarmoede. Dus ook daar heeft het parlement criteria voor bedacht. Die gaat over het gezin en de situatie waar het gezin in opgroeit. Die situatie is nog steeds zo wanneer dat kind 12 jaar is. En ja, de situatie van de ouders, maar de situatie waarin het kind opgroeit. Dus ik denk, collega's, voor de zuiverheid van het debat, dat we die zaken allemaal uiteen moeten halen. En het gaat vandaag om één specifieke regeling. En dat wil niet zeggen dat ik alle andere regelingen aanvaard en dat we de komende jaren geen ander werk zullen neerleggen hier in het parlement. Maar ik had vorige week begrepen dat er op dit punt een openheid was, daarom ik me nu dit hier neerleg. Omdat ik dingen wil bereiken in de politiek. Omdat ik geloof dat u het meende, dat ik geloof dat u een verschil wilde maken. En ja, Groen zal nog andere amendementen indienen, maar ik weet dat u daar niet achter zal staan. Maar dit voorstel ging ik vanuit dat er in dit parlement een meerderheid was op basis van verklaringen van alle partijen. En inderdaad, N-VA had een ander standpunt, dat is een volste recht. Maar zowel CD&V, VLD, SPA als Groen hebben verklaringen gedaan die achter de ideologie en de keuze van dit amendement staan. En dat is een keuze waar wij zeggen, collega's, de ideologie van onze Vlaamse gemeenschap is een open gemeenschap. En mensen die willen toetreden tot onze Vlaamse gemeenschap zijn welkom. En mensen die de taal machtig zijn, beschouwen wij als Nederlandstaligen. En kinderen van 12 jaar, die wij 12 jaar onthaald hebben, die slagen wij niet de deur in hun gezicht. Die beschouwen wij als deel van ons. Die beschouwen wij als kinderen die recht hebben op Nederlandstalig secundair onderwijs. En dan meneer Bochet. Mevrouw Van den Brand, maar dat begrijp ik u niet goed. U zegt hier zelf dat behoren tot een voorrangsgroep niet noodzakelijk u al een zekerheid geeft op een plaats, heeft u gezegd. Maar het amendement dat u neerlegt, vergroot u die voorrangsgroep nog. U bereidt die uit. Dus wat u eigenlijk zegt tegen mensen, is gezegd, ik ga u in een voorrangsgroep steken, maar die voorrangsgroep die er nu al is, die minder volk bevat, ja, de kans dat je dan binnengeraakt is klein. En ik steek nu iedereen in de voorrangsgroep. Ja, en dan heb je zeker geen kans. En welke criteria gaan er dan spelen, mevrouw? U kent het decreet ook even goed aan mij. Toeval. Toeval. De lottrekking. Toeval. 1. 2. De afstand van de woon- of de werkplaats tot de school. Maar u zal maar in het secundair onderwijs een richting willen kiezen die niet toevallig wordt aangeboden vlak bij uw thuisplaats. Of 3.
De chronologie van aanmelding. Lees, eerst komt, eerst maait. Dus ja, wat u eigenlijk doet, is de groep vergroten en vervolgens zeggen, spijtig, nu heb je allemaal geen plaats. Ja, dat is toch te zot voor los te lopen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we eigenlijk geen nood hebben aan een steriel spelletje tussen meerderheid en oppositie en dat geen enkel kind daarmee gediend is. Ik wil het een beetje ruimer trekken. Brussel wordt geconfronteerd met een demografische boom enerzijds, anderzijds geniet het Nederlandstalig onderwijs een zeer goede reputatie. En dat zorgt ervoor dat veel mensen zich willen inschrijven in ons onderwijs. En op zich is dat een zeer goede zaak. Maar dat zorgt er ook voor dat we een aantal regels moeten invoeren. Dat kan eventueel een loterij zijn, hè, maar ik ben daar absoluut geen voorstander van. Maar dat we een aantal regels moeten bepalen om te zeggen wie heeft voorrang. En die voorrangsregels, dat is ondertussen een onontwarbaar kluwen aan het worden. Hè. Op het einde, collega De Roo heeft het al gezegd, van vorige legislatuur hebben we dat vereist taalniveau van die ouders opgetrokken van B1 naar B2 om in die voorrangsgroep Nederlandstaligen te behoren. En dat dus met ingang van 2015-2016. En met het voorstel van decreet dat wij hier neerleggen namens de meerderheid, willen we die kronkel, die onbedoelde en ongewenste kronkel uit het onderwijsdecreet 24 wegwerken. En ik ga daar nu al meteen het debat voor het voorstel van het decreet aankoppelen, want anders doen we twee keer hetzelfde. Dus door de toevoeging van dat vijfde lid aan artikel 110 ten vijfde paragraaf 2, geven we dus de ouders die nog niet beschikken op dit moment over taalniveau B2 de kans om zich op te werken, om cursussen Nederlands te volgen en om de mogelijkheid te krijgen in de voorrangsgroep te komen. Is het ideale der ideale? Nee. Maar het is een eerbaar compromis dat ik denk ook dat ook de inspanning die sommige ouders ondertussen al geleverd hebben, valoriseert. In ieder geval, voor ons blijft ook de kernoplossing een capaciteitsuitbreiding. En ik denk dat we daar allemaal over eens zijn en dat we daar de komende jaren zowel vanuit de Vlaamse gemeenschap als vanuit de VGC hard aan zullen werken. Mevrouw Gené. Ja, heel kort, voorzitter. Wij hebben ook op dit probleem een heel realistische kijk geworpen. Als je naar de feitelijke situatie kijkt bij de toegang en de voorrangsregels voor het secundair onderwijs op dit moment in Brussel, dan zijn er inderdaad kinderen die 9 jaar school hebben gelopen in ons Nederlandstalig onderwijs en die nu aan de poort staan van dat secundair onderwijs. En wij steunen daarom het voorstel van Groen om voor die kinderen de poort open te doen, de poort niet gesloten te houden. Dat is een heel pragmatische kijk op de zaak. We vinden dat de meerderheid ook een nobele poging heeft gedaan om het probleem zoals het zich vandaag stelt, om dat een beetje voor zich uit te schuiven, om te kijken hoe kunnen we fundamenteel naar een oplossing gaan de komende maanden. Dus wij zullen het voorstel van Groen met overtuiging mee steunen, maar wij zullen ook voor het voorstel dat de meerderheid op tafel legt stemmen, omdat het inderdaad de kans geeft om naar een fundamentele oplossing te gaan waar wij graag ook aan willen meewerken de komende maanden. Minister Krivits. Ik wil heel kort aanvullen, omdat er hier een heel veel tussenkomsten geweest zijn en misschien ter aanvulling bevestigen dat door de regeling die nu voorgesteld wordt door de meerderheid, of die straks door de meerderheid zal voorgesteld worden, het systeem zoals het vandaag bestaat, gewoon blijft verder bestaan. U moet beseffen dat er diensten ook volop aan het werken zijn. Die inschrijvingen starten begin januari. En je kunt natuurlijk moeilijk dat systeem nu 1 of 2 weken ervoor helemaal op zijn kop gaan zetten. Dus dit laat nu toe dat de administratie en de LOPS, de manier waarop ze werken, dat ze die dus niet moeten veranderen, dat ze gewoon het systeem, zoals het de voorbije jaren heeft gewerkt, op dus exact dezelfde wijze kunnen uitvoeren. Daarvoor moet natuurlijk wel de bekrachtiging nog gebeuren, ook door de regering. Meneer De Roo heeft daar een punt, maar ik ben er ook, ik kan mij ook daarvoor engageren dat dit absoluut zal gebeuren. De tussenkomst van mevrouw Gené probeer ik ook te begrijpen. Want het is natuurlijk wel zo, mevrouw Gené, die regeling, vroeger was het, of tot nu, het was B1, die bestond ook alle voorbije jaren. Dus ik vind het alleen een beetje sneu dat je nu zegt, ja, verandert dat nu, maar meteen laat het toe voor alle kinderen. Het had misschien ook in de voorbije jaren dan kunnen aangepast zijn. Maar ik heb het, en ik heb er met mevrouw Van den Brand ook over gesproken, voor mij is het ook een beetje moeilijk om nu 14 dagen
voor de start van de inschrijving te zeggen, we zetten het hele systeem op zijn kop, we gaan alles weer veranderen. En dat is ook voor de ouders is dat iets raars natuurlijk. Dus vandaar dat voorgesteld wordt, en ik steun dat ook uiteraard volledig, om nog 1 jaar te werken op de oude manier en ondertussen te kijken of het beter kan dan wel of de regeling zoals ze gestemd is in het Vlaamse parlement, denk ik, een tijd geleden, of die ook onverkort verder van kracht blijft. Goed. Mag ik daarmee besluiten dat wij de algemene bespreking als gesloten beschouwen? U zegt, mevrouw Van der Brand. Ja, dus één ding niet aan bod gekomen, dat ik besef dat heel belangrijk is in het debat, en dat heel kort houden, is natuurlijk de clou begint bij capaciteit. Hè, want het wordt gezegd van, ja, wat moeten we dan doen? Moeten we of lotje trek gaan doen, of dichtstbij, of om te eerst gaan doen als voorrangsregel? Ja, er is nog een vierde oplossing, dat is voorzien dat er in hemelsnaam gewoon genoeg scholen zijn voor alle kinderen in Brussel. En voor het secundair onderwijs zie je dat er evenveel secundair aanbod is als dat je lager aanbod hebt, zodat kinderen van het lager onderwijs kan doorstromen naar het secundair onderwijs. Dat is de simpelste, eenvoudigste, meest logische oplossing waar Groen hier ook in het parlement voor gepleit heeft. En ik hoor, mevrouw de minister, dat u zegt, dit is voor 1 jaar. We zijn bereid om volgend jaar de regels wel fundamenteel te zien. Het is nu te dicht op de startdatum, maar ik ben bereid om voor volgend jaar wel het heel systeem overhoop te gooien. Ik zal in het parlement nodige decretaal werk in gang zetten om u aan dat engagement te binden. Goed, dank u wel. De algemene bespreking is gesloten. Dames en heren, aan de orde artikelsgewijze bespreking. Artikel 1 tot en met 9. Geen opmerking aangenomen. Artikel 10. Amendement aangehouden. Artikel 11. Tot en met artikel 43 geen opmerkingen aangenomen. Artikel 44, artikel 45 aangehouden. Artikel 46 tot en met 49 geen opmerkingen aangenomen. Artikel 50 amendement. Artikel 51 moet een technische correctie worden aangebracht in gevolg de hernummering van de artikelen van het ontwerp van decreet houden een bepaling tot begeleiding van de begroting 2015. In de voorgetelde tekst van artikel 4, tweede lid van het decreet van 1 december 1993 betreffende inspectie van de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken moeten de woorden artikel 42 worden vervangen door de woorden artikel 46. Is het parlement het hiermee eens? Geen verdere opmerkingen? Aangenomen. Artikel 51, 1, 2, 3 is het amendement van Groen. Artikel 52, geen opmerkingen. De artikelswijze bespreking is gesloten. We zullen straks de hoofdgestemming van het ontwerp van decreet houden.